Hoi allemaal, vandaag neem ik jullie weer mee naar de Action in Bilthoven. En we gaan gelijk even kijken wat er in de weekactie is deze week. Om te beginnen deze boksen voor aan de muur. Leuk om allerlei decoratie in te zetten. Er zitten dus drie verschillende maten in. En die zijn deze week €7,95. Ook is deze geweldige zoutsteenlamp in de aanbieding. Hij is 19 centimeter hoog en 13 centimeter doorsnee en nu €6,95. Dan hebben ze nieuwe geurkaarsen in verschillende geuren: eucalyptus, lavendel, wildflower en cedarwood. Die ruikt heel lekker, die laatste, vond ik zelf. En die zijn maar €2,99. Ook deze leuke slippertjes in een soort bruin kunstleer. Deze vond ik ook heel leuk met dat goud erbij. Maar dan moet je wel van teenslippertjes houden. En deze met zwart. Misschien zijn er nog meer soorten. Maar dit is wat hier stond. En die zijn deze week €5,95. Dit zijn van die industriële lampen. Die werken ook op zonne-energie. En ze lijken misschien van metaal. Maar het is een soort plastic materiaal. Dus het weegt helemaal niks. 20 bij 14 centimeter. En je hebt verschillende vormen. Deze is bijvoorbeeld weer wat smaller en wat rechter. En ze zijn €3,99. Hier heb je 8 van die lampjes, ook voor in de tuin. En ook die gaan op zonne-energie. 30,5 centimeter hoog. En ze zijn €7,66. Dan kennen jullie allemaal vast wel deze leuke fotoplankjes. Super leuk om je muur een beetje gezellig te maken. Eventueel schilderijlijstjes op te zetten of plantjes. En ze zijn €3,82, 58 centimeter lang. Deze nieuwe toilettassen. Die is er ook nog in het roze, maar die lag hier even niet. Maar op de andere plek in de winkel zag ik hem wel liggen. Het is één groot vak van binnen, dus er zitten geen zijvakjes in. Maar hij is wel lekker ruim, dus je kan er echt veel in meenemen voor op vakantie. En je hebt hem dus in grijs, groen en roze. En hij is deze week maar €2,29. En we hopen dat we ze snel weer nodig hebben, als het weer een beetje beter wordt. Bikinis voor dames, in heel veel verschillende kleuren. En verschillende soorten stofjes. Hier eentje met een wat drukker printje. Ziet er wel heel vrolijk uit, deze bikini. En ik vond vooral deze roze erg leuk. Dus laat de zon maar komen. En deze zijn deze week €6,95. En dan hebben ze ook de badpak in de aanbieding. Deze heeft een beetje een ribbelstofje. Ik heb hem wat dichterbij gehouden, zodat je de structuur een beetje kan zien. En van die voorgevormde cups. Dan heb je hem ook nog in deze blauwe print met zwart. En in deze groene. En ongetwijfeld zijn er nog veel meer soorten hoor. Maar dit is een beetje wat hier ligt. En de badpakken zijn €8,95. Dan hebben ze deze bamboe opbergmandjes met van dat stof aan de binnenkant. Die hebben ze in heel veel verschillende maatjes. Je hebt hem dus in zwart en echt in die bamboekleur. En deze is €3,79. Hieronder staat een groter formaat, ook weer in twee kleuren. 38 centimeter breed, die is €4,99. En dan heb je ook nog deze hele kleintjes. Ook handig voor sokken of ondergoed voor in je kast. Alles netjes georganiseerd. Die zijn 20 centimeter en €1,99 deze week. Wil je wat grotere manden, dan heb je ook deze in de aanbieding. Van die velvet opbergmanden voor €3,79. Dan hebben ze ook deze kussenhoesjes in de weekactie. In een soort okergeel. Deze lichte roze kleur. Hier nog een beetje beige, zandachtige kleur. En een mooie groene kleur. En die zijn 45 bij 45 centimeter, €2,49 deze week. En deze leuke ronde lantaarns, soort lampionnen. Die gaan ook op zonne-energie en die heb je dus in heel veel verschillende leuke kleurtjes. Je zag net al een soort okergele. Hier is een witte. Lekker neutraal. En dan hebben ze nog een beetje zo'n groen-blauwe kleur. En ze zijn 25 centimeter, €3,39. Dit zijn van die footies. Die kunnen ook echt in van die lage schoenen, dan vallen ze niet op. Je hebt natuurlijk sneakersokjes, die zijn weer wat hoger. En deze zijn wat lager. En twee paar 1,47, wit en zwart. Dan hebben ze leuke korte broekjes in de weekactie met allerlei verschillende printjes. We hopen dat het binnenkort mooi weer wordt. Als het goed is, wordt het dit weekend best aardig weer. In ieder geval de temperatuur. Dus dan is het straks wel weer tijd voor korte broekjes. En ze zijn €4,49 deze week.
En dan hebben ze ook nog deze zomerse jurkjes. Ook in verschillende printjes. Hier een groene met een soort bladeren. En hier nog een blauwe. Een beetje stipjesachtig patroontje. Ziet er ook leuk uit. En die jurken zijn €6,95 deze week. Dan hebben ze ook super schattige meisjesbikinis. Ik vond vooral die eerste heel leuk met die streepjes. En hier hebben ze nog een soort mermaid bikini. Met zo'n off-shoulder topje. Heel schattig. Die zijn €3,99. En voor jongens hebben ze ook hele stoere zwembroekjes. Deze met zo'n legerprintje en aan de zijkant oranje. En hier een leuke gestreepte met aan de bovenkant zo'n gele rand. En die zijn ook €3,99. En dan hebben ze hier van die parasolverlichting. Super handig, werkt op 4 AA-batterijtjes. En dan heb je dus lekker licht als je 's avonds buiten zit. Dan kun je heel makkelijk aan de parasol bevestigen voor €3,39. En ook deze zelfmaak sieraden setjes. In verschillende kleurtjes zitten meerdere kraaltjes bij en allerlei spulletjes, sluitingjes, ringetjes, om alles vast te zetten. Dus met zo'n doosje kan je leuke dingen maken en die zijn nu maar €1,19. Misschien een leuk idee om voor moederdag nog een leuk schilderijtje zelf te maken. 3 van die canvas schilderijtjes van 25 bij 25 centimeter voor €1,39. Dan heb je hier ook een leuke penselen set. Om een mooi schilderijtje te maken. Die zijn 59 cent. Zitten 5 penseeltjes in. En ze hebben leuke acrylverf. Deze met glitter. 6 verschillende kleurtjes. Maar je hebt ook de gewone basiskleuren. En die kun je natuurlijk mengen om elke kleur te krijgen die je maar wil. En die acrylverf is €2,38. Je kunt ook lekker Raffaello kopen voor je moeder. Of lekker voor jezelf, €2,59. En deze mega grote Milka repen zijn ook in de weekactie voor €2,39. En dit is nog een hele leuke set met allerlei verschillende markers, potloden. Alles om de mooiste tekeningen te maken of schilderijtjes. Watercolor set. 56 delig voor €7,95. Dan gaan we door naar de niet-weekactie van normale dingen. Ze hebben hele leuke nieuwe kussentjes met bloemprint. Deze heeft een beetje een lichtblauwe ondergrond. En deze is meer crème kleurig, de ondergrond, met allemaal mooie bloemen. Ze voelen ook heel zacht, die hoesjes. En ze zijn 45 bij 45 voor €5,95. Dit is ook een superleuke cadeauset. Er zit zo'n babbom in, body butter, shower gel, body mist en body peeling. Dus een soort body scrub. Een hele complete doos. En die heb je ook nog in deze kleur, in het rood. Met een andere geur. Dezelfde ingrediënten, of sorry, dezelfde samenstelling voor €5,95. En dit vond ik een hele leuke set met een grote en een kleine borstel. Handig ook voor op reis, dat kleintje. En 2 van die scrunchies erbij. En zo'n setje is maar €2,95. Dan zag ik dit bubbelfolie. Super handig als je dingen moet inpakken die je moet opsturen. En zo'n rol is maar €1,99. En hier een geweldige bolderkar die je op kan vouwen. Ideaal. 1,5 meter. Als je naar het strand gaat en je moet heel veel spullen meenemen, stop je alles in een bolderkar en die is maar €49,95. Dit is ook een super schattig schaaltje, een bonbonnière. Leuk om bonbons, andere chocolaatjes of snoepjes in te doen. Ziet er gewoon heel gezellig uit. En deze is €4,95. Dan hebben ze hier van die nieuwe poefjes. Die zijn er in 3 kleuren, dus ook in het roze, maar die lag hier niet. Lichtgrijs en donkergrijs. 58 bij 15 centimeter. Ik heb de prijs online opgezocht, €9,95. Er zat nog geen kaartje bij. En dit vind ik ook super leuke lantaarntjes. Die hebben een gouden binnenkant en die heb je in crème en in zwart. Ook op zonne-energie, €5,99. Dan heb je hier zo'n spiegel met verlichting erin. Hier zit al een batterij in en je kan hem op 3 verschillende standen zetten. Ook ideaal voor op reis om mee te nemen. En achteraan zit een standaardje, kan je hem neerzetten.
Je hebt hem in verschillende kleuren, een beetje turquoise, roze, zandkleur en wit. En hij is €3,99. Dan hebben ze hele leuke nieuwe drinkflessen. Echt leuke printjes, ook met een beetje dat glansje eroverheen. Deze vond ik ook heel leuk, Hello Summer. Goed veel drinken is super belangrijk en zo'n fles stimuleert je wel om meer te drinken, want die heb je gewoon steeds naast je staan. En dan weet je ook precies hoeveel water je nou precies gedronken hebt. En er zit gewoon aan de bovenkant zo'n soort tuutje aan met een draaidop. En draai hem zo dicht. En deze leuke flessen zijn €2,49. Inmiddels ben ik terug van de Action en ik laat even zien wat ik deze keer heb meegenomen. Deze teddycare doekjes, er zitten er 40 in. Hand- en facewipe staat erop voor een gevoelige huid zonder parfum, dus dat is ideaal. Dit vind ik gewoon hele fijne doekjes om in huis te hebben. En deze waren 79 cent. Dan nam ik ook deze sokjes mee, van die sneakersokjes. Zit achterin, zit van dat anti-slip, dat ze niet van je hakken afgaan. En ze zijn een beetje dikker dan die gewone dunne sneakersokjes. Ik heb een beetje een rare gewoonte om mijn schoenen eerder te groot dan te klein te kopen. En als ik dunne sokjes aan doe, dan zijn mijn schoenen dus echt een beetje te groot. Dus ik vind het fijn om wat dikkere sokjes te dragen. En deze waren voor twee paar €2,99. En dan nam ik deze kleerstems mee met het alfabet. Hooray, it's your birthday en happy birthday. En nog een paar ballonnetjes, vlaggetjes. Ik vond dit gewoon een leuke stempelset en een leuk lettertype. Ik heb al heel veel stempels, maar deze set was 79 cent. En hier ga ik zo nog even wat mee stempelen voor Moederdag, denk ik. Stempel had niet overal even goed gepakt, het inkt. Dus ik heb even met een zwarte stift gewoon een beetje bijgewerkt. En nu is die wel goed. Dus dan ga ik ze even uitsnijden. Dit cadeautje is alvast klaar. Ik heb een doosje kersenbonbons. Zowel voor mijn moeder als voor mijn schoonmoeder. Het kaartje zit aan het cadeautje, dat rode lint had ik nog, dus dat past er weer leuk bij. En ik heb ook nog voor allebei een leuk plantje gekocht. Dus ik hoop dat ze het leuk vinden. En hier heb ik nog even iets anders gedaan met de letters. Die heb ik helemaal rondom uitgeknipt en dan op een kaartje geplakt. En heb ik de stickertjes bij uit dit mini stickerboekje. Heb ik ook ooit bij de Action gekocht. En zo komt het altijd weer van pas. Maar zo heb je dus een leuk kaartje waar je nog wat in kan schrijven. Dus dat is ook een leuk idee. En dit kaartje, omdat de letters zijn vrij groot. Dus op een gewoon klein kaartje gaat de tekst niet passen. Of je moet hem scheef erop plakken. Maar ik heb dit hobbykarton ervoor gebruikt. Dat heb je in allerlei verschillende kleurtjes. En dat is ook van de Action. En daar heb ik dus een klein stukje afgesneden zoals je ziet. Want zo lang is het eigenlijk. Stukje eraf gesneden en dan dubbel gevouwen. Zo heb je een superleuk kaartje voor aan je cadeautje. Dan was dit dus alles wat ik dit keer bij de Action heb meegenomen. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Ben je nou nog niet geabonneerd? Abonneer dan even op mijn kanaal, zodat je in de toekomst geen enkele video meer hoeft te missen. Het is helemaal gratis. Laat nog even een leuke reactie achter, daar doe je mij een groot plezier mee. En dan zie ik jullie graag bij mijn volgende video. Bye bye!